Lord is nu aan de beurt met de pleurende spreuken voor de echte speurneuzen. De drie musketeers zijn 300 keer gekker dan de 300 Spartanen. Geen btw op deze cd'en voor de blonde dames. Extra kostomme getaaltjes. Ik word pas rijk en beroemd als ik dood ben. Ik denk dus ik ben aan het twijfelen of ik mezelf wel goed genoeg ken. Ik blijf consequent content en oude kunst gezegd. Het heeft niet lang geduurd voordat ik naar langer dan lang naar een lange Jan heb verlangd. En vlak voordat ik lam door de Mali bevlever in Mali bevlever op lach. Een neiging om de puntjes van de I af te halen. Sparen is een bijzaak en betalen is een noodzaak. Vaak is te veel uitgegeven en voor zover ik nog weet er weinig aan vermaak. Smaak is iets waar je je aan moet overgeven en het genieten blijft te streven. Dat is niet voor iedereen meegegeven, kennis is macht. Dus wacht nog even in de hoop dat er nog iets is bijgebleven. De compensatie zijn we naar een space en mijn woorden kan niet breken. Spreken is het leven, met de reden kun je de beste beslissingen nemen. Monist of dualist, een atheist of deist, econoom of filosoof. Geven beide of in een diepe kloof, want we zijn wat we zijn. En onze brein is te klein om nog te begrijpen waar we eigenlijk rondlopen. Ik probeer al jaren te stoppen met roken, maar dat is juist het mooie. Mocht die binnenlandse vonk vol te houden voor extinct. Die wilde leven in de brouwerij en ik begreep de hints. Sindsdien ben ik begaan, ja van kinds af aan. Met het lot van Nederhoek, wat altijd zal blijven bestaan. Door de commerciële dieptes en ondergrondse top blijft de drijfveer keer op keer bewegen zonder stop. Het aantal rappers en talenten groeit als gras. En het geld voedt als de zinnen steeds meer binnen in de kas. Maar het kapitaal verdwijnt in de zak van de kapitalist. Men neemt artiesten aan naal, noem mij de analist. Ik stond misdaad met daadkracht en prisma's met een raakvak. Verwarring sticht ik als een stad. Een schade richt ik aandacht, richt ik onverwachts. Op woorden met hun eigen kracht, ik ben de laatste die lacht. Ten eerste een paradox, daarna een paradogma. Een parodie op zichzelf, zegt Wikipedia. Een goochelaar van woorden raakt altijd mijn doel. Want ik behandel mensen met gevoel. Ik blijf cool, dus voel dus. Ben ik me van alles goed bewust? Een Emmanuel, kant-en-klare Plato casus. Klokslag 7 uur, is dat even zuur? Ik gluur door de spleten van mijn kijkers naar de muur. De wekker schudt inmiddels al minuten naar mijn buur. En besef tijdens resetten dat het te lang heeft geduurd. Ik tuur naar de cijfers die natuurlijk bewijzen dat het duur van mijn kijkers naar de muur. Zonder twijfel het product is van gisteren van nature. Uren mijn maag, dure drankjes stemmen laten verduren. Het glazuur van mijn kaken onder vuur. En de taken van mijn lever, hun leven niet meer zeker. Oh wat een kater. Maar goed, ik stap gelukkig wel met het verkeerde been. De bed, meteen stoot ik meteen de met. De grootste onhandigheid loop ik tegen de lamp. Als mensen aan me vragen waar ik gisteren was. De douche, het eten, niets lijkt me te genezen. Zelfs mijn beste vriend de koffie, die laat me in de steek. En steek ik een peuk op, dan smaakt hij naar je neven. Ik kijk doelloos om me heen, alsof ik iets ben vergeten. Ja zegen, je weet het, de reden van je bestaan. Ligt dus ergens op je kamer, naast waar je bent opgestaan. Dat wat je als laatste raakt, voordat je slapen gaat. En ja, dan lag hij de bewaarde van alles wat me beter maakt.